Elan is een Podenco-mix die als pup samen met zijn moeder en broertjes en zusje gevonden is op Tenerife. Elan verblijft al een poos in een gastgezin, dus hij is helemaal gewend aan het leven in huis. Elan is een vrolijke, levenslustige, leergierige, grappige, speelse en zeer aanhankelijke jonge knul. Hij gaat graag met je mee wandelen, vindt het heerlijk om met je te spelen en nieuwe dingen te leren. Hij kan samenleven met andere honden en katten en bovenal is hij een heerlijke knuffel. Elan is een zachtaardige hond met een will to please die zijn mensen adoreert. Qua uiterlijk is Elan geen typische Podenco, maar in zijn karakter zie je wel echte Podenco-eigenschappen terug. Jachtinstinct, gevoelig en zachtaardig, buitenactief en binnen rustig, het liefst op de bank lekker tegen je aan, grappig clowntjesgedrag, tikkie ondeugend, graven en heel slim. Elan kijkt eerst de kat uit de boom of je te vertrouwen bent, om vervolgens voorzichtig kennis te komen maken op zijn eigen tempo. Om die reden vindt hij wandelen in drukke gebieden ook best spannend en wonen midden in een drukke stad, daar zou hij niet blij van worden. En Elan is daarom ook bang van kinderen die tijdens spelen en rennen enthousiaste geluiden maken. We zoeken een wat rustiger thuis voor Elan, bij mensen waar niet de deur platgelopen wordt met veel visite. Liefst zonder kinderen of eventueel met oudere, rustige kinderen. Heb je zijn hart gewonnen, dan heb je een echte trouwe vriend aan hem. Mag Elan bij u intrekken? Joey was als een van vier pups in 2019 in Spanje gevonden. Joey werd al gauw geadopteerd en kwam naar Nederland. Nu staat hij alweer een poosje opnieuw ter adoptie. Joey is een hele vrolijke, lieve en enthousiaste Podenco. Hij heeft veel energie en onderneemt graag dingen met je. Deze slimmerd is een kampioen in het uithalen van grappige capriolen. Maar wanneer hij zijn energie kwijt is, ligt hij het liefst dicht tegen je aan, want Joey is een echte knuffelkont. Joey heeft een goed ontwikkeld jachtinstinct. Hierdoor kan hij buiten niet loslopen, maar aan de lange lijn kan hij heerlijk wandelen, snuffelen en graven. Vanwege zijn enthousiasme willen we Joey niet bij jonge kinderen plaatsen en bij katten is ook geen goed idee. Een tuin dient hoog omheind en goed afgesloten te zijn. Joey kan met andere honden, maar dit vindt hij vaak spannend. Aan de lijn kan hij hierdoor soms uitvallen. Hij wordt hierin getraind. Het liefst plaatsen we Joey als enige hond of eventueel met een rustig teefje. Joey heeft mensen nodig die hem sturing geven en consequent zijn. Als er lekker met hem gewerkt wordt en hij voldoende mentale uitdaging en beweging krijgt, heeft hij rust in zijn koppie. Wij zoeken een adoptant die hierin ervaring heeft en hem verder een rustige en stabiele omgeving met weinig prikkels kan bieden. Joey verdient het allerbeste. Als u voor Joey valt en hem wilt begeleiden, dan krijgt u wel veel vriendschap en liefde voor terug. Janus kwam zo'n anderhalf jaar geleden als jonge hond van ongeveer een jaar naar Nederland. Hij heeft veel potentie, maar in zijn huidige situatie mist hij wat uitdaging. Hij zoekt een baas die meer dingen met hem kan ondernemen, zodat hij zijn energie kwijt kan. In zijn enthousiasme gaat hij soms over de top. Als Janus andere honden ontmoet, schiet hij soms razendsnel in zijn energie omhoog en kan hij vervelend aan de lijn worden. In de buurt heeft hij het daardoor verbruikt bij een aantal honden. Maar ga je bijvoorbeeld naar een losloopgebied, dan rent hij vrolijk en enthousiast rond tussen de andere honden. Hij is verder tamelijk ongecompliceerd, wil graag liefgevonden worden, is knuffelig en heel erg speels. Ook taalgevoelig. Hij begrijpt veel en haalt bepaald speelgoed op als je daarom vraagt. Een opportunistische, actieve, vrolijke rakker. Met kinderen speelt hij leuk, maar wordt er niet drukker van. Integendeel, dan is hij juist super relaxed. Ook een kruipende baby over de vloer is geen probleem. Janus kan niet met katten. Voor Janus zijn huidige baas was het een lastig besluit om een ander gezin te zoeken voor hem. Janus is een lief en vrolijk maatje, loyaal en vol vertrouwen. Maar de verwachting is dat hij gelukkiger gaat worden als iemand zijn dagen interessanter kan maken en zijn potentie meer kan benutten. Welke lieve familie geeft Janus zijn ideale nieuwe thuis?